deed er 2 dagen over van Rogatica naar Foča te komen. Het waren de afschuwelijkste dagen in mijn leven. Ik kon alleen maar denken aan de soldaten die ik vermoord had. Dat het dochtertje van die ene soldaat haar vader nooit zou kennen. Dat zijn vrouw nu weduwe was, ook al was ze pas 17. Ik liep Foča binnen en zag meteen dat de moskee was verdwenen. Met de grond gelijk gemaakt. Ik liep onze straat in en zag tot mijn grote verbazing dat ons huis er nog stond. Ik liep er omheen en zag dat er babykleertjes en luiers op de waslijn hingen. Van Serviërs natuurlijk, die ons huis hadden ingepikt. En toen ging de deur open. Ik liep naar buiten om nog wat was op te hangen. En toen zag ik aan de overkant van de straat een jongen staan. Hij zag er bleek en ongewassen uit. En hij stond maar naar het huis te staren. De vrouw kwam naar buiten met een baby op zijn arm. En een emmer wasgoed. Ze was ongeveer net zo groot als mijn moeder, maar dan magerder, veel magerder. Een ogenblik dacht ik, misschien is het Mirat. Maar wat denken alle mensen als er iemand dood is van wie ze hielden? De vrouw begon de was op te hangen. Met 1 hand. Heel onhandig. Net zo onhandig als mijn moeder. Ik kon er niets aan doen. Maar door mijn tranen heen moest ik naar hem kijken. Steeds weer. Ik kreeg het gevoel alsof die vrouw echt mijn moeder was. Maar dat kon niet. Want mijn moeder had geen baby. Als Midas haast gelogen had. Opeens begon ik naar haar toe te lopen. Ik weet niet waarom. Zomaar. Dat zou toch kunnen? Hij loog zo vaak. En met elke stap die ik zette, werd dat gevoel sterker. Toen ik naar hem keek, was de jongen vlakbij. Hij stond nog maar 3 meter van me af. En zei een woord. Mama.